Beste leerlingen, vanaf het einde van de vakantie, wanneer je terug naar school komt, zullen de lessen er een beetje anders uitzien. Zo zal je de ene week in de voormiddag op school zijn en in de namiddag van thuis uit les volgen, en de week daarop zal dit net andersom zijn. Ook zullen de klasgroepen vaak in twee gedeeld zijn. Om ervoor te zorgen dat je de lessen van thuis uit zal kunnen volgen, is het belangrijk dat je eerst een paar zaken in orde brengt. Daarom dit instructiefilmpje. Je gaat eerst en vooral naar Smart School en je gaat je aanmelden met je Google. Je klikt daarvoor op aanmelden met Google op de homepage van Smart School. Daarna voer je gewoon je gegevens in, je voornaam, puntje achternaam, @beabotanik.be en je persoonlijke wachtwoord. Daarna ga je naar het bericht dat je hebt gekregen in verband met de afstandslessen. Dit zal er ongeveer zo uitzien, enkel zal hier het bij jou natuurlijk je eigen klas staan en niet deze fictieve klas. Als school hebben we dus voor gekozen om de lessen te organiseren via Google Classroom en Google Meet. Voor de berichten en voor de schoolagenda gaan we nog steeds naar Smart School teruggaan. Dus alle lesonderwerpen en taken en berichtjes van leerkrachten zul je krijgen in Smart School. Om te vermijden dat jouw inbox vol komt te zitten met uitnodigingen voor alle classrooms, hebben wij een website gemaakt. Die staat gewoon meteen klaar. Wanneer je erop klikt, ga je dan ook meteen naar jouw eigen pagina voor jouw klas. Zoals je ziet, is dit het overzichtje voor de klas 2-stem. Bij jou zal er natuurlijk een andere klas staan als je niet in 2-stem zit. Eerst en vooral kan je hier bovenaan instructies vinden hoe je dit allemaal kan doen. Het gaan naar een Meet of een Google Classroom op je smartphone. Verder vind je nog instructies hoe je dit kan doen op een computer. En nog gewoon een knop om verder te gaan naar onderaan deze pagina over hoe deze website werkt. Hierin zal je ook dit filmpje vinden dat ik momenteel aan het opnemen ben. Wanneer je dus op deze pagina zit, zie je aan de rechterkant Mijn Classroom staan en hier gaan al je leerkrachten alle classrooms hebben klaargezet voor jou. Zo zie je hier bijvoorbeeld dat ik zelf het vak Burgerschap al heb klaargezet voor de klas 2-stem. Wanneer je nu in de classroom wilt inschrijven, ik ga dit bijvoorbeeld even doen voor Economie bij mevrouw Roofdhoofd, klik je gewoon op de knop inschrijven. Wanneer je daarop klikt, gaat je browser misschien nog even vragen met welk account je dit graag zou willen doen. Je gaat natuurlijk je account van de school gebruiken. En ga je klikken op deelnemen aan lesgroep. Wanneer je dat hebt gedaan, dan zit je natuurlijk ook meteen in de Google Classroom van 2A-stem. Wanneer je dat hebt gedaan, kan je deze Classroom gewoon afsluiten en ga je dit doen voor alle andere vakken. Het kan natuurlijk al zijn dat je voor sommige vakken al in een classroom zit. Dan kan het zeker geen kwaad om voor alle zekerheid toch nog even op de knop inschrijven te klikken. Je zal niet tweemaal ingeschreven zijn bij een bepaalde classroom, maar dan ben je wel zeker dat je in elke classroom zit. Wanneer je nu moet deelnemen aan een digitale les, dan kan je twee zaken gaan doen. Of je gaat gewoon naar je Smart School en je zorgt ervoor dat je bent aangemeld met je Google-account van de school, zoals ik aan het begin van het filmpje heb voorgedaan. En dan kan je hier aan de rechterkant klikken op Google Classroom. Wanneer je daarop klikt, ga je al je classrooms zien waarin jij in zit. Zo zien we bijvoorbeeld hier de klas Economie 2A Stem zien, waar ik mezelf bij heb toegevoegd. Wanneer je daarop klikt, dan zie je hier een Meet-link staan. Daar kan je gewoon op klikken en dan ga je automatisch naar het gesprek of naar de Meet-link waarin de les zal doorgaan. Wel moet je natuurlijk nog even toestaan dat je camera en je microfoon zullen gebruikt worden. Daarna klik je gewoon op nu deelnemen en dan zit je gewoon meteen in de les. De andere manier om naar de Google Classroom te gaan is gewoon door opnieuw naar het bericht te gaan dat je hebt gekregen om je in te schrijven bij de verschillende classrooms. En je klikt daarna gewoon terug op de link die in het bericht staat. Dan zit je terug op de pagina waarbij je op alle inschrijven knoppen hebt geklikt om je in te schrijven bij elke classroom. En daarnaast staat ook nog een knop naar de Meet. Op deze manier kan je ook meteen naar de Meet-link gaan die hoort bij het vak waar jij op dat moment les van hebt. Dus opnieuw, ik klik even op de Meet-link van Economie. En dan ga ik meteen ook naar de juiste pagina. Het is dus wel de bedoeling dat je van thuis uit, in de namiddag of in de voormiddag, de lessen probeert te volgen via deze Google Meet-codes. Alle leerkrachten wensen jullie nog een fijne laatste dagen van de vakantie en heel veel succes bij het opnieuw ingaan van alle lessen.